Hoe zou je de krachten van het kwaad bestrijden? Deel 2. Het is het zondebokmechanisme en de mimesis. Je hebt een narcist niet aangetrokken. Dus, mijn vriend, heb een beetje vertrouwen in het waarom van je leven, het waarom van je missie, en meer en meer mensen zullen je vertrouwen, op een dieper niveau contact met je maken, en willen in je team zijn en samenwerken. Dit is hoe je je leven herop kunt bouwen. Maar ze saboteren gewoon hun succes, en ze proberen het, en ze doen heel veel dingen. Het is net dat plafond, en ze kunnen dat plafond niet doorbreken of kunnen een bepaald niveau niet doorbreken. Ze komen vast te zitten. Ze zetten een stap vooruit en twee achteruit. Hoe? Doe je dat in noodzakelijke dingen zoals werken aan je denkpatronen of zelfbeheersing? Focus jij op jouw overtuiging? Verbeter jij je focus of word je afgeleid? Verander je van mentaliteit of attitude? Ik zeg dit steeds weer opnieuw. Je resultaten kunnen alleen maar groeien in de mate waarin jij groeit. Hoe groot is je zelfvertrouwen? Hoe groot zijn jouw overtuigingen in anderen en jouw boodschap? Naar wie luistert je? Wat denk je over geld? Is geld jouw god of is geld jouw kwaad? Hoe kan je gaan van 20.000 euro per jaar maken naar 3.000 euro per maand, en dan vandaar naar 3.000 euro per week, als je meer wilt verdienen? Je kunt je doel ook stellen op het werk dat je wilt doen, of het huis waarin je wilt wonen. Of het aantal vrienden waarmee je je netwerk wilt doen groeien, gebruik je dat geld voor donaties? Voor nieuwe lidmaatschappen in uw kerk? Het gebruik van dat geld is afhankelijk van de organisatie die je wil helpen of stimuleren. Bouwt u een organisatie die een sociaal project sponsort? Wilt u uw organisatie laten groeien in de naam van het goede of het kwade? Net zoals mijn mentor deed. Je moet je veranderen. Als ik over geld praat. Betekent dat niet dat je het voor jezelf moet houden? Als ik over geld spreek, gaat het om geven aan de armen, zieken, wezen en behoeftigen. Het gaat om geven. Je hoeft jezelf niet schuldig te voelen. Geef gewoon. Wat als die persoon 50.000 euro per maand kan verdienen en als jij hetzelfde doet als hij, immers stel je voor dat je in hetzelfde bedrijf bent waar hij zit. Met dezelfde functie. Wat als je niet succesvol bent? Je zou gaan denken dat dat betekent dat jij het probleem bent. Als die persoon 1 miljoen volgers krijgt op zijn Facebook-pagina, doet hij de juiste dingen. Als die blogger 30 reacties krijgt, heeft hij zij het over een onderwerp waar mensen over willen horen, en zij spreekt op een manier dat ze verloofd zijn. Je kunt ervan leren. Steek de schuld niet op het systeem. Absolute wereld is niet perfect. Je kunt geld verdienen op korte termijn. Veel zelfs met de verkeerde dingen te doen. Op lange termijn geld verdienen kun je enkel met de goede dingen te doen. Ik vraag je resultaten te bereiken op lange termijn. Een bankoverval, dat doe je immers niet eenmaal. Vroeg of laat loopt bedriegen en liegen verkeerd af. Dus geen aangepaste ethiek, de mechanismes zijn gericht om de rijken nog rijker te maken. En dus natuurlijk zou het goed zijn mocht dat veranderen. Maar leer van het gedrag, de houding, de stijl van het goede. Spreek je vanuit je hart. Wat betekent het? Hoe grammaticaal en linguistisch kun je dat ondermijnen? Ik ken nu mensen terwijl je deze website leest, die 50.000 dollar per maand verdienen met sociale media en een kracht voor het goede worden. Een van mijn vrienden ging naar Hineem met 50 grensrovers vol medicijnen. Niet alleen is de innovatieve benadering van sociale media een kracht tegen het kwaad, maar het is ook een kracht voor het welzijn van de wereld als je het ethisch gebruikt. Het heeft het potentieel om armoede te doorbreken. Het is een verschuiving in de macht tussen de parasitaire tyrannic warmakers en de mensen. Nu hebben de dapperen de gelegenheid om hun vrijheid te winnen en te doen wat al even het motief was. In God vertrouwen we. Als je een goed persoon bent met die resultaten, wat zou je dan met het geld moeten doen? Doe je net of je een goed persoon bent, maar als je een materialistisch succes hebt, vergeet je de reden, de methode, de overtuigingen die je succesvol hebben gemaakt. Je voelt het niet meer? Vergeet niet waar je vandaan komt omdat we één zijn. De methoden werken op sociale media om invloed te krijgen tegen de krachten van het kwaad als je het nodige persoonlijke werk doet. Omdat ik elke dag met mijn publiek bezig ben, heb ik een verandering in mijn gedachten. Ik heb het verleden losgelaten, ik heb de melancholieke stem losgelaten, en ik geniet van het nu en werk voor de toekomst. Ik heb geleerd wat de mindset was toen ik een slachtoffer was. Nu heb ik contact gehad met mensen die dezelfde strijd hebben gehad als ik gehad heb. En meer dan ooit ben ik toegewijd om mensen te dienen en te helpen de beste persoon te worden die ze willen zijn. En als zij het in zaken kunnen doen, kunt u dit doen in organisaties zonder winstoogmerk. Je kunt helpen om een beweging van menselijke vriendelijkheid op te bouwen, of kan bijdragen aan de wederopbouw van de organisatie in de geest van Jezus en de Vader of een andere kracht ten goede van de wereld. Je kunt een ethisch bedrijf opbouwen dat de mensen dient terwijl je verbonden bent met de geest en je dierbaren. Maar je moet in de goede richting gaan, zelfs als je een beetje in succes hebt. Je zal nooit van jezelf kunnen weglopen. Ik ken mensen die klagen, niet veel, maar sommigen wel. Moet ik op iets anders springen? Misschien moet ik stoppen om als een christen te praten en het verbergen. Misschien moet ik hetzelfde doen als de narcist, zeggen sommige slachtoffers. Je weet dat onderwerpen als gezondheid, familie, ouderschap, eten, schoonheid, mode, meditatie, mindfulness, kinderen en winkels erg populair zijn. Maar wat is gezondheid zonder te bidden? Eten zonder een tafel met vrienden? Wat is schoonheidsmode als het niet respectvol is? Mode als het de bedoeling van jaloezie is? Hoe zit het met de kinderen als je hun medicijnen geeft om hun gedrag te leiden in plaats van een mooie relatie te hebben en een voorbeeld te stellen? Hoe zit het met het praten over de winkels en restaurants, de butlers, de helikopters en de privéjets, als je vergeet om van deze plek een betere wereld te maken? Als het allemaal ten einde loopt, hoeveel was het waard en waardevol? Hoe trots kun je zijn op je rijkdom als je die krijgt door onethisch gedrag? Je kunt een tyran zijn en alles hebben wat je wilt, maar niemand houdt van je. Prima. Maar je zult nooit van je weglopen. Als je deze persoon meeneemt, doe je het de hele tijd. Als je je overtuigingen, je mindset, je zelfbeheersing met jou of het kleine niveau ervan accepteert. Als je verleidingen niet kunt weerstaan en het volgende glanzende ding wilt bereiken of klagen of als je naar negatieve mensen luistert. Als je wordt aangetrokken door de drama's. Om te argumenteren wat daar gaande is. Ondersteun en matig je je kracht nog steeds in je comfortzone hè? Hoeveel vecht je tegen de krachten van het kwaad? Hoe groot is je inzet? Mensen klagen? In je mindset is rotzooi als je televisie kijkt. Zit je nog steeds in de matrix? Ben jij een volgeling van de 1% die meer dan 50% van de wereld controleert? Je vult je mindset met die informatie. Je luistert naar talkshows en zo, dan moet je vergeten dat je succesvol bent. Vergeet. Door dingen op de markt te brengen en invloed uit te oefenen en andere mensen te helpen, kunt u uw organisatie en uw welzijn laten groeien. Is dit ook geen evangelisatie en discipelschap? Verplaats je beweging ga vooruit. Uw drie stappen rol in elke organisatie. Het tweede ding waar je je op moet focussen is dit. Ik wil dit voor je opdelen. Ik wil dit je op de makkelijkst mogelijke manier uitleggen. In uw bedrijf, wanneer u op sociale media bent of als u uw product, dienst of organisatie hebt, wat het ook is, zelfs in uw eigen gezin, hebt u drie verantwoordelijkheden als het gaat om het runnen van uw organisatie, zelfs uw eigen gezin. Deze drie dingen zijn op het eerste gebouwd: je overtuigingen, je mindset, je zelfbeheersing. Deze drie dingen zijn het fundamentele spul. De meeste mensen falen omdat ze de basis missen. Jouw rol in elk bedrijf en elke organisatie is dat je zou moeten gekwalificeerde personen aantrekken door dagelijks te schrijven: te chatten, video's te maken, audio's en je inhoud plaatsen op de sociale media. Je zou kunnen leert soms zetten in klanten of leden. Je zou moeten van klanten enthousiaste fans maken. Enthousiaste gemeenschap. Je kunt denken: stop. Ik heb geen enthousiaste fans nodig. Sommige van mijn vrienden hebben honderden fans. Maar denk je dat je geen enthousiaste fans nodig hebt omdat je alleen resultaten nodig hebt? We willen dat je leert hoe je narcist kunt beïnvloeden. Als je de visie niet krijgt, verbind je dan niet met mij. Je wilt tien slachtoffers van een narcist helpen, dat is een visie. Ik wil je op deze website leren hoe je mensen tegen narcisme kunt beïnvloeden, voor je coachingbedrijf. Voor een leven vol met grootsheid, voor je sociale blog. Je moet de krachten van het kwaad verplaatsen. Snel. Met energie. Je klopt tikt. Ik zal je zoveel dingen, zoveel gouden goudklompjes geven over narcisme hier, dat deze website genoeg is om je te helpen een grote groep vrienden om je heen te creëren, met meerdere mogelijkheden en grote steun. Bovendien hoop ik dat mijn vertrouwen in jou en mijn verhalen verandering in je geest maakt. Dat je de verantwoordelijkheid neemt om je volledige potentieel voor jezelf, je significante anderen en de maatschappij te bereiken. Dat je de sterke suggesties die ik geef om te lezen over zelfliefde en narcisme, dat je dat doet. Dat je de online cursus hou weer van jezelf dat je die toepast. Als je niet alle trainingen hebt, mis je. Ik krijg alle training om de krachten van het kwaad te bestrijden. Ik kan je 500 uur training en 100 uur en uren aan ervaring laten zien van meer dan duizend overlevenden van narcisme. Er zijn mensen die veel beter zijn dan ik in het lesgeven. Wat ik kan is dagelijks met je praten in mijn chat over een bepaald aspect, maar ik kan je niet een logische training geven en kan de coaching niet één voor één doen. Maar ik kan je wel doorverwijzen en suggesties geven voor online trainingen, e-books, online coaching, therapeuten, boeken, cd en dvd in verband met narcisme en zelfliefde. Ik wil dat je een verbinding met hen maakt. Ik kan je elke dag vertellen over narcisme maar ik ben geen apostel, ik ben geen therapeut. Ik kan de Bijbel niet herschrijven, ik kan het onderzoek over narcisme niet herschrijven. Er is geen beter formaat van de Bijbel dan de Bijbel zelf. Ik heb geen betere training gevonden dan de training die ik heb gevonden. Laat het me weten als je een betere hebt gevonden in de reacties hieronder. Je wilt het niet van de derde of tweede hand. Je wilt het uit de eerste hand weten hoe de krachten van het kwaad aan te pakken, niet waar? Als u het hoort van niemand die het van een ander hoort, is het bericht al gekleurd en gefilterd. U wilt de gegevens, niet de interpretatie. Je wilt het duidelijk, en daarom bestudeer ik de training van een meester. Als je het van God wilt horen, lees je de Bijbel. De Bijbel van narcisme vind je wanneer je de experts kent en je reikt naar mensen met echte ervaringen. Je moet daar op dat niveau zijn. Geen vraag. Mensen die het beste uit hun organisatie halen en het meeste succes hebben in sociale invloed of met een bedrijf online of met een andere organisatie, hebben alle online training, ondersteuning en netwerken die ze nodig hebben. Als je een groot ondersteunend netwerk hebt van experts op het gebied van online trainingen, coaching over narcisme en ervaringen georganiseerd in met de vriendschapscultuur, lieg je. Je moet 100% coverbaar zijn. Als je al deze drie dingen hebt, is dat de basis die voldoende is om een grote invloed op te bouwen. Om te beginnen met de training. Luister, kijk en lees je eerste tekst hier of abonneert je. Download de audio op je mobiele zodat je kunt luisteren wanneer je een robotwerkje doet. Zou je niet meteen deze specifieke hoe informatie willen weten, zodat jij alles zou kunnen hebben om gerichte bezoekers naar je website of je sociale media te laten zwermen zodat je de kennis rond narcisme kunt verspreiden? De kennis toepassen die jij wilt om de krachten van het kwaad te breken. En dat is precies zoals het zou moeten zijn, omdat het ook zegt dat je slim en vastberaden genoeg bent om te doen wat nodig is om je leven, je website of je organisatie zo snel mogelijk een succes te maken en niet jezelf te saboteren. Het probleem is: tot nu toe heb je nog nooit toegang gehad tot zoiets als deze website over narcisme. En weliswaar om goede redenen. Je leven begint net. Je hebt misschien geen eigen zware hitters waar je onbetaalbaar advies van kunt krijgen. Het kost immers jaren onder de beste omstandigheden om verbindingen aan te leggen met ervaringsdeskundigen in het domein van narcisme en hun kennis te laten doordringen. Dat gezegd hebbende, je hebt maar één optie. Ga voor je geluk en zie dat je geaccepteerd kunt worden. Het hangt ervan af of je er klaar voor bent in mijn netwerk waar reeds een aantal goede mensen die tegen narcisme willen vechten aanwezig zijn. Waar je eindelijk de kans krijgt om hun hersens te kiezen, om hun strijdlust en weten hoe ze de grote transformatie echt zich brengen. Ik ben dol op reageren op alle opmerkingen die u onderaan plaatst. Actie in de richting van uw dromen. Wanneer u een brandend verlangen hebt en bereid bent om actie in de richting van uw dromen te nemen, dan ben je hier op de juiste plaats en moment. Daarbij is ons doel en missie de ontwikkeling van het meest gelukkige supportteam dat ooit bestaan heeft voor volwassen kinderen van narcisten. Fcon. De sluier over het narcisme en de krachten van het kwaad kunnen verdwijnen. Je kunt gewekt worden uit de sluimer van uw hulpeloosheid om een per 1 onze eigen narcistische neigingen te verslaan. Wij zijn hier om u te bekrachtigen om te stappen naar je dromen. Het is mogelijk. Sta ons toe om dat te doen. Schrijf je daarom in voor updates van de website en videokanaal. Als je nog meer suggesties hebt, hoor ik ze graag. Plaats uw opmerkingen hieronder. Laat me je vragen, ben je een blogger of beïnvloed je sociale media die de krachten van het kwaad bestrijden? Ik ben dol op de reacties hieronder. Liefde voor jou. Johan Persin. Vergeet niet deze video een duim te geven en dit videokanaal te onderschrijven.